Hallo sappelingetjes van Justice Perkamentus, welkom bij een gloednieuwe battle voor de UPAL. Het is weer tijd om het tegen Memphis Sableye op te nemen. En we gaan weer tegen hetzelfde team als de vorige keer, met hetzelfde team als de vorige keer. Dus het wordt tijd om proberen weer een 4-0'tje, maar ik denk het niet, want nu heeft hij een tactiek gevonden. Dus nu zal het niet zo makkelijk worden als de vorige keer. Ja, dan komt hij weer met zijn tyfus Milotic natuurlijk. Even kijken. Hypnosis voor de Milotic, dat zou toch eens even fijn zijn. Oh, hij mist! Nee, wat een anus! Oh, hij is geburnt. Nice. Heeft hij de Flame Orb? Oh, dat is niet helemaal niet nice. Oh, raak. Oh, nee, dat kan natuurlijk. Oh. Stupid. Poison hem alsjeblieft. Oh, critical hit poison. Potion? Nee. Een potion? Nee. Morning Sun, oké. Okay. Immuun. Dat is lelijk. Heatwave. Toen was zijn sister in één keer dood op de vorige keer. Please raak de heatwave. Wild Bullet Punch. Maar hij is dood door de heatwave. Oké. Okay. Waarom raakt hij nou niet gepotioned? Dat is fuck irritant. Nu! Oh my... Oh, hij burnt me door de Will-O-Wisp. Dat is lelijk, ja. Nu is mijn kans om hem te Oh, en hij protect zich. Op de status doet hij het, hè. Op de status. Oh, en door de burn out. Oh, nee. Dat staat er wel in. Oké. Okay. Ik verwacht dat hij gaat switchen. Even kijken, wat gaat hij doen? Oké, okay, drill run. Jab. Hij is nogal. Oh ja, dat was goed. Oké, okay, nice. Nice. Oké. Okay. Goede play. Minder play. Maar hij is zelf ook dood. Oké. Okay. Maar ik heb nu nog maar 3 Pokémons. Die Jolteon, ja, die is op zich ook lastig. Steelix. Gyro Ball. Stelt Rock, want hij switcht nou.
Trouwens, ik kan beter Earthquake doen. Als hij niet switcht, dan is het gewoon een sukkel. Nee, dan is hij, dat zou nu best lastig zijn. Maar ik denk wel dat hij switcht. Ja, zie je? En dan nu de Earthquake, die killt hem dan. Oké, nice. Als het goed is gaat hij dood door de burn. En als hij Scald of Ice Beam doet, kan ik best Azumarillin hebben. En dan gaat hij dood door de burn. Oh, hij heeft wel recover. Ik dacht hij heeft helemaal geen recover, joh. Dat kwam omdat hij nog geen één keer recover had gedaan voor het eerste keer van zijn leven. Ik dacht van ja, dan heeft hij geen recover. Huh. Dat deed minder effect dan dat ik had gehoopt. Ja, dit wordt nu heel lastig, want zijn Scald is voor allebei mijn andere overige Pokémon fataal. Ja, nu heeft hij gewonnen. Oh, dat had ik niet verwacht. Doet niet eens effect. Doet niet eens een beetje effect. Oh, en dan mist hij ook nog. En nog ook nog. What the fuck. Ja, en de volgende ook, want dat is NT. Dat heeft geen zin. Extreme speed dan. What the fuck is zijn defense, man? No. Inferno Overdrive! Oh, hij doet recall! Hij laat me leven! Oh, dat was een critical hit, what the fuck. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je nou een leuke aflevering? Doe even een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Adios, amigos.